In het nieuwe jaar zijn ook de bouwwerkzaamheden op meerdere plaatsen in de stad opgepakt. Zo is er bij de nieuwe brandweerkazerne al iets meer te zien van de fundering en wordt het volledig gestripte oude stadhuis weer van een schil voorzien. Een jaar geleden begonnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw al, maar al snel bleek dat er vertraging werd opgelopen. In de zomer bleek al dat gebrek aan bouwmateriaal en een tekort aan personeel de oorzaak waren van het uitstel. Ruim na de bouwvak werd er gestart met de bouw en nu in januari ligt dan echt de fundering in de bodem. Dat de kazerne volgens de planning in de zomer van 2022 klaar is, lijkt haast onmogelijk. Ook de bouwwerkzaamheden rond het oude stadhuis dat wordt omgebouwd tot stadshuis duren langer dan gepland. Tegenvallende hoeveelheden asbest en corona zorgden onder meer voor vertraging. Maar deze week lijkt er al meer schot in de zaak te komen. Nu er van bovenaf wordt gewerkt aan het dichtmaken van het gebouw met beglazing. Hier is de planning dat de eerste bewoners voor het eind van 2022 hun appartement kunnen betrekken.